Hallo allemaal en welkom bij deel nummer 13. Ja, ongeluk voor velen, maar hopelijk geluk voor mij. Van City Skylines, Sunset Harbor, welkom terug in Buisstad. En in deze aflevering hebben we maar één doel. En dat is meer plek creëren waar mensen kunnen wonen. Want ja, we kunnen wel een hoop voorzieningen bij blijven bouwen en een beetje hier en een beetje daar wat woningjes neerzetten. Maar ja, daar winnen we zogezegd de oorlog niet mee. Ja, het is ook niet echt een oorlog, maar ja, u snapt wat wij bedoelen. Dus dan wordt het gewoon tijd dat we de wegen gaan doortrekken. We zorgen dat het daarop aansluit. Even spieken. Nee, dat hoeft niet in een bochie. Even kijken waar het precies zit en dan verwijderen we gewoon de rest van de weg. Kijk, dan bouwen we tot hier. En dan kunnen we gewoon een heel groot gedeelte gaan opvullen met woningen. En dit is ook gewoon puur om ervoor te zorgen dat een paar van die groene vlakken gewoon verdwijnen. Dat het één geheel lijkt. Het hoeft niet per se één geheel te worden. Kijk. Hoes. Daar vlogen we even door het scherm heen. Doen we even de stroomtoevoer langs de andere kant. Hebben ze water? Heel belangrijk, anders gaan ze zeggen hallo, we hebben dorst. Trekken we het gewoon vanaf die kant door. Laat ondertussen de stad weer even tot leven komen, want dat hebben we niet gedaan. Moeten we wel oppassen dat we hier niet te snel huizen gaan bouwen. Maken we dit nog even winkelgebied. En dan maken we dit weer huizen. Zodat het mooie blokjes worden. En dit kunnen een en al huizen worden. Achter de winkels. Dus hier kunnen we weer wat mensen kwijt, om het zo maar te zeggen. En ja, om al deze huizen nou in één keer omhoog te gooien naar hoogbouw, ja, is nooit erg verstandig. Er staat een gebouw in brand. Hebben we hier geen brandweer? Op het ons grootste industrieterrein van eigenlijk het hele, een van de meest belangrijke punten. Ja, die moeten van heel ver komen, die brandweer. Ja, maar ze zijn er nou gelukkig. En zo zie je maar wat er kan gebeuren als je geen brandweer hebt. Die moesten echt van een heel eind wegkomen. We kunnen even de route kijken waar ze vandaan komen. Van dit industrieterrein op zich valt het dan wel mee, maar toch hè. Het is niet handig. Verbrand zand. Ja, ik weet ook niet hoe dat kan. Maar het gebeurt dus blijkbaar. En die gaan nou weer terug richting de kazerne. Er komt er mooi een trein over vliegen. Hoppa. Schitterend. Ik hou wel van die. Ja, van die moment dat hij even door je stad heen zweeft. Dit gaat al mooi bouwen. Daar ben ik heel blij mee. Dit gedeelte had ik ook bedacht voor woonhuizen. Maar ja. Dan zit je met dit station en dan gaan mensen echt over klagen dat ze last hebben van het geluid. Zo, wat je dan wel kan doen, is deze weg tot ongeveer hier doortrekken. Laat hem gewoon doodlopen. Kijk, en ik had de tip gekregen om hier een mooi pad naar te maken met nog een zijingangen. Dat mensen misschien er doorheen gaan lopen, dat je nog meer kan verdienen aan je park. Dus dat gaan we zo meteen doen. Gefeliciteerd, want de buismijn is nu nog groter. Dat is dat we een shipyard kunnen bouwen. Oké. Een raw mineral storage, dat is ook mooi. Dus dan kunnen we de ruwe materialen neerleggen, de mineralen. En de grote ore mine. Nee, ik zeg, daar wachten we nog even mee met dat allemaal te bouwen. Maar
Ja, het is toch een mooie, schitterende vorm van industrie, hè? Ik vind het in ieder geval, ik word er heel blij van. Niet genoeg rauwe materialen en die hebben niet genoeg kopers. Nou, dat komt vanzelf wel goed, denk ik. En dan gaan natuurlijk nu van die grote grijpers hierbij zetten. Dat snappen jullie hopelijk ook wel. Oké, maar waar waren we bezig? Hier zo. Kijk, we kunnen wel een stukje woonhuizen bouwen. Op deze locatie hier. En dat dan tot aan hier laten lopen. En we gaan vanzelf wel horen of mensen erover gaan klagen, ja of nee. En hebben we dit nog als heel winkelgebied uiteindelijk? Kunnen we nog zeggen: hé jongens, bouw hier maar weer winkels als jullie dat nodig hebben. Want ook die vraag zal waarschijnlijk zo meteen gaan komen. Ook kunnen we hier nog een blokje bijzetten. Ik wou zeggen bijtekenen, maar. Kijk, laten we dit ook doodlopen. Halen we dit even weg zo. En dan maken we hier grote woningen van. Allemaal hoogbouw. En dan weer nog een doodlopend stukje voor winkels. Dat gaan we gewoon vast neerzetten. Ook hier zo. En dan moet het alvast wat meer één geheel gaan worden uiteindelijk. Dat je echt denkt, ja, dit is zo bedoeld. Dit stuk hou je altijd die open zijn, maar ja. Een paar bomen en dan lijkt het alweer helemaal fantastisch. Net als dit gedeelte ook. Dit blijft ook open. Heb je toch nog een beetje een groen gedeelte in je stad? Ja, omdat het toch een beetje in een natuurgebied ligt, hè, die buismijn. Alle problemen zijn opgelost op het industrieterrein. Ja, maar dan komt op het moment dat we die grote grijpers gaan bouwen. Ja, we zijn nog steeds bezig met het opvullen van de stad. Alhoewel, de grote vraag is nou weer industrie, industrie, industrie. Dus ze hebben geluk hier in de buismijn. Industrie. Stenen. Oké. Dat zag er akelig groot uit. Ik dacht dat die kraantjes al groot waren, maar. De knetters. Ah, die hoogspanningskabel die stond er al, hè. Nou is de vraag: mogen we hier langs bouwen? Nou, dat mogen we zeker. Goh, moet je kijken, joh, wat een apparaat. Dat zal de productie aardig omhoog helpen. Hoe schitterend kunnen we hier nog eentje neerzetten? Aan de weg. Space already occupied, maar dan komt door die toren zeker. En dan er nog een achter. Man, dan kom je nou dus aanrijden hier. Denk je eerst, oh, maar dit is echt een groene stad. Ja, echt netjes, man. Allemaal, ja, mooie energievormen. Ja, die zal wel weinig uitstoten, die stad hoor. Ja, als je, en dan kom je hier, dan is het echt. Oh man. Twee grote graven. Ik vind het fantastisch. Laten we nog wel even water geven. Er kunnen er nog meer bij, hè? Kijk, en we hadden nog zo'n nog iets wat we konden bouwen. Fiberglass, die hebben we geloof ik, hè?
Ja, die staat hier zo naast. Dit is de opslag voor de ruwe materialen. Ah, dit past er dan net in het gebied. Het hele gebied daar zit zonder stroom. Water genoeg aan alle kanten. We maken maar even zo dat alles hier ook water heeft. Dan kunnen we gewoon naar hartelust bouwen. Dat is toch schitterend. Ja, ik moet er niet te lang naar blijven kijken, want dan zwijmel ik terecht bij weg. Hier gaat het nog altijd goed, hè? Hier komt vooral verkeer vandaan, wat er rechtdoor moet. Ja, maar het staat nog niet vast, hè. Dus als het nog niet vast staat, dan moeten we nog niks erbij gaan doen. Maar ik zat wel te denken om dit gebied hier ook te vergroten qua industrie. Halen we dit heel even weg. Trekken we die even verder. Het zandpaadje trekken we dan even hier naartoe door. En dat ligt dan weer hierop aangesloten. Niemand meer ergens last van, alleen dat ze geen water hebben dan. Maar ja, die mensen hou je altijd. Laten we eerst maar eens dit blokje invullen samen met dit blokje aan de binnenkant. Dan hebben we nu toch aardig lopen schroeven aan de werkgelegenheid. En ja, we hebben ook aardig wat lopen schroeven aan de beschikbaarheid van woningen. We kunnen echt op een heleboel plekken woningen bouwen en winkels, commercieel gebied. Er staan al een paar mooie gebouwtjes, hè. Opereert normaal. Ik vind het wel mooi dat je echt zo'n verschil in niveau ziet in je stad qua hoogte van gebouwen. Kijk, nou wordt het hier wel even druk, maar dat is ook voornamelijk omdat er een hoop nieuwe inwoners komen. Dus ja, niet gelijk in de paniekstand schieten mensen. Want dat doe ik ook niet. Ik had wel gezien toen ik even aan het rondzwerven was in de stad, dat we hier een verzameling van mensen hebben die graag met de tram willen. Kijk, daar komt de tramlijn. Lijndetails. We kunnen naar 8 gaan om te kijken of dat helpt. En volgens mij was het bij deze lijn ook behoorlijk druk. Jazeker. Wachten we ook hier even totdat de tram komt. Volgens mij is dat die daar om de hoek. Ja, als je een tramlijn hebt, moet je hem ook gebruiken, vind ik. Dan gaan we deze ook naar 8 zetten. Kijk, en dan komen er weer hele wolken mensen komen er dan bij. Dan is het nu zeker hier heel druk met trams die uitrijden. Ja. Maar ja, dat is ook maar van tijdelijke aard. Dus dan heb ik wel gezegd dat de trams voorrang hebben. Of niet, hè? Oké, heb ik niet gezegd. Nou ja. Er komen eigenlijk alleen maar trams hier naartoe die of op een nieuwe lijn gaan rijden, of die er vanaf gaan. Dus ja, zo heel spannend is het allemaal niet. Maar ook dan zijn dat soort gedeeltes ook weer ingevuld. En het komt allemaal wel vanzelf dat het ook allemaal mooier wordt. Moeten we niet vergeten dat ook deze mensen vast een parkje willen. Die mensen wonen praktisch aan het park. Maar ja, ook die hebben nou hun geluk met het park.
Een springkussen. Hier tussenin. En hier op de hoek nog wat meer. Kijk, de hazen als goed is allemaal weer beter worden die gebouwtjes. Ja, daar zit al een aardig parkje. Zoveel mogelijk op de hoek dit springkussen. En dan worden ze alleen maar beter en beter, die wijkies. Hier zitten we ook aardig goed, hè? Yes. Hoe zitten we qua zorg? Dat gaat ook aardig, hè? We hebben een capaciteit van 900. Terwijl we 40 zieke mensen hebben. Oeh, hier missen we wel een beetje de politie. En laten we dat nu maar alvast een beetje zorgen dat het goed gaat. En ook hier missen we een beetje politie. Ik bedoel brandweer. Mijn excuses. De brandweer. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Brandveiligheid. We hebben wel een groot politiestation hier toch gebouwd. Of helemaal niet. De brandweer zit hier. Dus dit functioneert zoals het functioneert. Zonder politietoezicht. Oké. Dat is wel een grote oeps. Ja, dat gebouw stond er dus nog helemaal niet. Ja, nu gaat dit in ene ook enorm omhoog, denk ik. Dit gedeelte hier zo. Waarom lopen we terug in inwoners? Want we zijn toch niemand aan het wegschoppen, of wel? Kijk, hier stond net een hele rij tot op de snelweg. Die is nou weer weg. En dat is echt ook nou, niet puur en alleen door de toestroom van nieuwe mensen. Maar het helpt wel met de file. Dan hebben we ook nog deze straat hier zo, die we nog kunnen uitbreiden met de nieuwe woningkies. En liever gewone weg. Nog één blokje opschuiven. Zo. Schuiven we deze zo op, dat de weg er langs kan. Kijk. Alleen moeten we wel voorzichtig zijn met hoe we het in gaan kleuren hier. De buizerij is nu ook een niveau omhoog en we kunnen een kledingfabriek bouwen, natuurlijk. En een slachthuis, een grote schuur en een boerderijsonderhoudsgebouw. Dat is het beste Nederlands voor een farm maintenance building, denk ik. Hier moeten we dus zorgen dat we aan de goede kant van de weg blijven zitten. Anders dan krijgen we leuk gedonder. Al kunnen we hier wel winkels neerzetten. Tot aan dit punt. En zo maken we hopelijk stappen richting de 28.000. En het ligt allemaal net ver genoeg dat we die snelweg nog kunnen gaan doortrekken uiteindelijk. Al wordt het hier wel lastig om nog een knoop in te bouwen. Maar ja, dat is ook echt voor latere zorg. En waarom worden deze mensen ziek? Ze zijn alweer beter, oké. Maar ja, nu lijkt het al, als je zo een beetje in de verte kijkt, hier waar die trein loopt, dat het altijd al zo geweest is. En dat die treinbaan dus echt is aangelegd om die mensen heen. En dat is wel mooi. Hier is ook de drukte bij de trams weer weg. Dat is helemaal schitterend. En er staat hier geen file meer met de trams. Ook bij dit blokje niet, want als het goed is reizen we elkaar niet in de weg. En dat is toch mooi. Het is allemaal schitterend. Oké, wat kunnen we nog verder met de buismijn? Ik weet verder niet. Oh, we hebben gewoon voor
1015 man aan werk. Kijk. Het verdient 5.500 euro in de maand. Of in de 5 dagen. En dat is best aardig. Ik kan best zeggen dat ik trots ben op dit industriegebiedje. Al willen we echt proberen om de export te motiveren dat per boot te gaan doen. Kijk, dit wordt het winkelgebied hier zo. Die kunnen we echt geen mensen laten wonen, want dan gaan ze echt klagen over de herrie. Laten we dit blok omtoveren. Net als deze hele rij tot aan de kruising. Schoppen wel weer heel wat mensen weg, maar ja, we hebben de ruimte echt nodig. Ja, en hier is het allemaal lekker rustig, hè? Het is allemaal zo stilletjes, allemaal zo. Ja, pijs en vree, om het zo maar te zeggen. Oh, wat heeft er nou geen stroom? Alles, de hele wereld heeft nou geen stroom. Dus dan kunnen we hier mooi nog even een wijkje achterleggen. Heb het water? Heb het water? Natuurlijk niet. Wonen ze wel direct aan de begraafplaats. Ja, daar moet je maar van houden dan. Moeten we wel even, denk ik, de snelheid nog verder omlaag gooien hier zo. Nou, heel langzaam. Nee, wacht even, die snelheid naar 10. Anders wordt het een sluiproute. Terwijl het nu veel sneller is om gewoon rechtdoor te rijden. Je zal altijd mensen hebben die hier langs blijven gaan. Stoplichtjes uit hier. Dat is allemaal niet nodig. Oh, dit is wel een heel kort weggetje trouwens. Misschien niet het allerhandigste, maar ja. Dat kunnen we heel makkelijk fixen door... iedereen, oh, dat hebben we al gedaan. Dat ze gewoon de weg op mogen rijden, dat ze niet hoeven te wachten. Woningen. Hartstikke idee. Ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan bouwen trouwens. Heel benieuwd. Maar ja, dat mag het spelletje oplossen zelf. Dat hoef ik niet te doen. Wat is er aan de hand, mensen? Het heb geen stroom. Oh, we zitten echt weer tegen de max aan, hè? Oké. Een solar wat dus? Oké, maar we kunnen ook deze bouwen. Dan hebben we gelijk weer een hoop stroom opgewekt. Alleen, waar gaan we die neerzetten? Wat een mooie plek. Ik vind hier langs ook wel mooi. Ik ben dat toch een beetje kan zien. De zonne-energieplek. Natuurlijk hebben we het geen water. Kijk. Iedereen kan weer naar hartelust naar de wc. Oké, dan moeten we niet vergeten dat we hier parkjes moeten gaan bouwen. Wandelpad, waar bent u? Je bent hier.
Zo, dan kunnen mensen oversteken en er naartoe. Scholen. Oeh, kijk. Goed dat we daar even naar kijken nu. Kunnen we hier gelijk een school neerzetten. Dan komen de mensen hier toch aardig wat onderwijs tekort. Langs de snelweg om ze lekker af te leiden, al die mensen. Oh, oh. Ja, ook hier hebben we weer een school nodig. Zo, en dan hebben we er voorlopig weer even genoeg van deze gebouwd. Oh, hebben we echt maar zo weinig capaciteit? Oeh, dat is wel heel naar voor die lui. Zeg even tegen al deze mensen dat ze mogen verhuizen. Sorry mensen. En dan bouwen we hier een hogere school. En hier hebben we helemaal nog geen hogeschool staan. Foei Ruben. Als het helemaal mooi is opgeklaard, vullen we het wel in. Kijk, dat is in ieder geval al beter. Dat ik daar niet eerder naar gekeken heb, dat is wel een grote oeps. Terwijl de universiteit kan het aardig aan, maar ik hoop binnenkort wel dat we kunnen gaan beginnen met de campus. Dan moet ik me daar nog even een klein beetje in verdiepen. Ja, om te kijken hoe, wat, waar en wanneer we dat gaan bouwen. We hebben wel weer vraag naar winkels. Kijk, en dan ben ik heel blij dat ik dit gedeelte kan zeggen. Jongens, kom hier maar shoppen. Zo. Dan vult dit ook mooi op. En dan krijg je echt zo'n stadsgevoel dat die snelweg er echt dwars doorheen loopt. Net als dat je dat hier hebt, hier loopt het pal langs de huizen. Ja, er zijn mensen bij die worden er blij van zo'n trein in je achtertuin. Ik ben al blij dat ik trolleybus heb rijden hier, geen gewone bussen bij mij in de straat. Dus ik vind het al hartstikke mooi. Overal hoor je nou de plingetjes en de plangetjes en de plongetjes. Dat betekent dat gebouwen upgraden. Ja, en zo komen we dichter en dichter in de buurt van die 25.000. Zal het ook hier wel lekker druk worden. Vangen dan moet even worden uitgebreid nog naar... Dat moeten we gelijk overal even doen. Want bepaalde delen vallen er niet in, zoals je ziet. Dan hebben we gelukkig niet heel veel policies aanstaan in die wijken. Kijk, dit moet ook... Even bij middenbuis worden getrokken. En dit moet hierbij worden getrokken. Al was het al grotendeels al wel gedaan. Dit mag ook hierbij. Alvast voor de toekomst, hè. We verdienen trouwens wel geld als water. 16.500. Hoogbuis mag ook even worden uitgebreid. We hebben een afvalophaalprobleem. Tenminste, dat knippert er bij eentje. Dus ja, dan staat hij gewoon een beetje lang. Maar ja, ze staan hier in de file. Van allemaal nieuwe inwoners. Ik wil toch eigenlijk deze aflevering eigenlijk wel de 28.000 halen. Al denk ik niet dat het helemaal gaat lukken. We hebben wel een grote sprong gemaakt in ieder geval richting die 28.000 inwoners. Dat is dan gewoon bijna 10.000 erbij, hè? 28.000 mensen. Even kijken, is het hier met de bomen? Hier zijn de bomen. Kijk, dan maken we het net even iets voller, dat het net lijkt alsof het er een beetje bij hoort.
Blokkeert ook een beetje het geluid, hè? Maakt het ook net weer wat gezonder voor je inwoners. Een beetje een scheidingswand voor het geluid. En nee, het hoeft allemaal niet perfect te staan. Zo. Als het maar net lijkt of het er al gestaan heeft. En dan over een tijdje weten we niet beter. Kijk dan. Gelijk al een stuk verbeterd. Dan lijkt het echt net of het er allemaal in hoort. En of het zo is aangelegd. Het is wel lekker druk. Er zijn niet genoeg plekken in die trein. Oh, echt wel. Woppa, helemaal vol. Oh, dat valt nog mee. Het is nog niet helemaal vol. Waar gaat die trein ook weer nog meer heen? Oh ja, naar de boerderij, hè? Woppa. Ja, hier gaan er niet veel volk in en uit, geloof ik. Ook hier gaan we de volgende aflevering naartoe werken. Naar de boerderij. Kijk. Het wordt wel steeds uitgebreid, hè? Ik hou daar wel van. Laten we gewoon een weg pakken, alsjeblieft. We trekken dat hier naartoe. Ongeveer door. We maken hier nog een blokkie. Die staat er nou eigenlijk overbodig te wezen, deze stroomlijn. Dat is gunstig. De vraag is wel, hoe ver willen we hier nog naar achter door? Ja, wat zijn we hier van plan, hè? Dat was even de grote vraag. Wel weten we dat we hier ook water nodig gaan hebben. Want dan kunnen we hier weer huizen bij gaan zetten. Kunnen we gewoon even met de plop doen. Dan kunnen we daarna dit verder ook invullen. Parkje niet vergeten. Dat is heel belangrijk. Ook bij Stinkzwam hebben ze geen park, maar ja. Zullen we voor de gein eens eentje neerzetten? Kijken of het allemaal helpt. Dan hebben we een groot park op de hoek met allemaal dode bomen. Ik weet niet of het helpt, maar we gaan het zien. Hè? Of ze gelukkiger ervan worden op Stinkzwam. Ja, en voor de rest, jongens, klop het even af. Bijna 25.000 man in je stad. En grote verkeerschaos hebben we eigenlijk niet. Ja, hier is het heel erg druk. Maar ik denk dat dat echt voornamelijk komt ook met de toestroom van nieuwe mensen. Deze mensen klagen nu wel over het geluid. We zullen even kijken of het ook echt daadwerkelijk aanhoudt. En we hebben echt een afvalprobleem, denk ik. Wat inhoudt dat we gewoon nog wat meer van dit soort stations gaan plaatsen. Hier stond er nog helemaal geen een van deze. Bouwen we er nog even een verzamelplaats bij. Dan moet dat afvalprobleem, als het goed is, zo meteen worden opgelost. Ja, en het is echt al een gigantische mierenhoop aan het worden, hè? En als je dit nou zo ziet, zo met dat groene stuk in het midden zo. Ja, het is allemaal wel verloren ruimte tussen haakjes. Maar dat heb je nou eenmaal in steden. Je hebt nou eenmaal plekken en daar kom je. En daar doen ze eigenlijk helemaal niks. Wat we wel gaan doen is, we gaan deze aflevering hier beëindigen. En ja, het zal nog wel even duren voordat we die 28.000 mensen echt gaan aantikken. En dat doen we dan in het volgende deel. Dan gaan we ook wat meer aandacht besteden aan de boerderij hierachter.
Kijken wat we nog in de buismijn voor elkaar kunnen krijgen. Of we überhaupt iets moeten doen. En zo te zien hebben we hier nu wel een soort van opstopping. Maar ja, waar ligt dat aan? Daar gaan we zo meteen wel naar kijken. Tenminste, in het volgende deel of het echt zo blijft. Of dat het iets van nu is, iets toevalligs. We gaan het allemaal zien. We gaan het allemaal meemaken. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Ik ben Ruben. Hopelijk heb je het leuk gevonden. Laat het dan even weten. En laat ik van weten wat je er leuk aan vond. En we hebben heel wat meer werkgelegenheid nodig. Maar ja, daar hebben we die boerderij voor. Daar gaan we echt flink op uitbreiden op die boerderij. We hebben wel een brandje. Maar ja, dat kunnen de volgende mensen maar weer gaan blussen. Dus ja, tot de volgende keer. Doei doei.